Jan Stegeman, eerste oefenwedstrijd met Heracles gespeeld tegen een Almeloze selectie. Inmiddels een soort traditie, 17-1. Wat zegt zo'n wedstrijd? Ja, niet zoveel denk ik. Wel dat we, weet je, dit soort wedstrijden kun je elkaar beter leren kennen in het veld, hoe iemand speelt. Alleen de weerstand was vandaag iets minder hoog dan afgelopen jaren denk ik. Dat wil ik ze niet tekort mee doen, maar ja, een aantal momenten in de eerste helft dat we gewoon goed doorpakken en dan loopt de score behoorlijk op. Dus dat is mooi. Het is goed voor het vertrouwen. Maar we zijn net begonnen, dus daar kan ik niet zoveel conclusies aan verbinden. Nee, opvallend was misschien de 11-1 ruststand. Maar dat was het ook, denk ik wel. Twee penalties die waren gemist door Heracles. Nou ja, dat is wel opvallend, ja. Daar zijn we wel goed in, hè? Ja, maar volgens mij hebben we nog wel redelijk gescoord vorig jaar penalties. Ja, gewoon allebei niet goed ingeschoten. Gewoon slap. Dus, ja. En missen nog 3 geblesseerden. Hoe is het met hem? We missen er wel meer nog. Brantley en Chris sluiten maandag aan als het goed is. Kulas en Pettersson. Ja, Kulas en Pettersson. En Vincent zal gedeeltes van de groepstraining gaan hervatten, stap voor stap. Die is ook nog in Zeist. En daarnaast is het zo dat Jamiro maandag aansluit, heeft iets langer vakantie gehad. En Bram zal maandag ook weer aansluiten. Volgens mij hebben ze dan gehad, hè? Ja. Montero is de nieuwe speler van Cambuur die dus maandag weer komt. En dan komt Armenteros maandag ook weer. Nee, maar Armenteros is er al. Die heeft al 2 dagen mee getraind. Dus okay. Samuel heeft al getraind. Alleen ik vond het nog te vroeg om na 2 trainingen hem uiteindelijk wedstrijd te laten spelen. En we hebben ook nog wat testen gedaan. Dus die heeft vanochtend getraind samen met Jamiro. Dus. Je noemde Bram, dat is Bram Castro, de keeper die naar een A-agent zou gaan. Het leek rond, jullie hadden al een persbericht verstuurd. Hij wilde graag dichter bij zijn gezin wonen. En nu komt hij toch weer terug. Het blijkt niet door te gaan. Wat vind je van dat verhaal? Ja, ik vind daar niet zo heel veel van. Omdat ik niet de ins en de outs weet. Ik weet niet wat de precieze reden is van de agent. Zeg even aan dat hij uiteindelijk volgens mij niet voor een contract in aanmerking komt. Dus ja, weet je. Bram zal zijn verhaal daarin nog wel doen. En ik vind ook niet dat ik daarin de aangewezen persoon ben om dat te moeten vertellen. Nou ja, weet je, ik ben blij. Ik ken Bram natuurlijk. Ik weet wat hij van waarde heeft gehad de afgelopen periode. En ik hoop dat hij dat niveau voor ons weer kan oppakken. Dan is het voor ons een steunpilaar. Niet alleen in het veld, maar ook buiten het veld. Dat zijn spelers, CQ-keepers, die trainers er graag bij willen hebben. En ik snap voor hem dat het even een tikkie is. Alleen hij moet uiteindelijk daar ook weer zorgen dat hij eruit gaat komen. En daar zullen we bij helpen waar nodig. En hij zal er weer zijn. Dank je. Dan bedankt, hè. Ja. Dries Wouters, welkom in Almelo. Je hebt je eerste oefenwedstrijdje gespeeld voor Heracles, je nieuwe club. Hoe vond je het? Ja, over de eerste oefenwedstrijd kan je weinig zeggen. Er was weinig tegenstand, denk ik. 17-1, dus het is wachten op de wedstrijden waar iets meer spanning in komt, denk ik, om iets te kunnen zeggen van hoe het gaat. De eerste echte wedstrijd is tegen Ajax. Dat is gelijk een leuke wedstrijd natuurlijk. Sta je dan erin, denk je? Dat weet ik niet. Dat zal een beetje van mij afhangen van de trainer. Hoe goed ik mijn best doe en wat de trainer van mij wil en van mij verwacht en hoe die mij ziet. Hebben jullie het daar al over gehad? Ja, toen ik naar hier kwam heb ik al een gesprek met de trainer gehad. Wat hij verwacht van de centrale verdediger en hoe die traint en zo. Dus ja, dat moet ik zo goed mogelijk invullen. Wat vind jij van Robin Prupper? Ja, prima, prima verdediger denk ik. Sterk in duels, goede crossbal. Maar we zijn er maar een weekje aan het trainen, dus ik kan er eigenlijk nog niet zo heel veel over zeggen. Zou je samen met hem kunnen spelen of is het één van de twee? Samen kan ook. Ik kan links en rechts spelen, dus dat maakt voor mij niet uit. Je bent al in Almelo gevestigd, hè? Ja, dat klopt. Ik kom er nu denk ik 14 dagen ongeveer. Ja. Dus ik heb prima naar mijn zin. Wat bevalt je hier zo dan? Het gemoedelijke. Ik had meer verwacht van naar het noorden toe dat het allemaal een beetje afstandelijker was. En in Brabant was meer het gemoedelijke, maar dat valt eigenlijk heel goed mee. Ja, ja, want je hebt in Tilburg gespeeld. Ja, ja, en daar was alles gemoedelijk, familiair. Maar hier is het ook zo, dus dat is prima. Veel succes hier. Ja, dankjewel.